So this is me. Welkom bij het programma Vandaag Deze Week. Met weer iets heel moois. Namelijk het Draaiorgelfestival. Leuk niet. We beginnen eerst met een rustig nummer. Deze plaat werd gespeeld in 1968. Toen was het nog een hit. Tegenwoordig wordt hij nog wel eens uit de stof gehaald om live voor u gespeeld te worden. We gaan zometeen ook even een kijkje nemen bij het Smoordure Draaiorgel. Het is een draaiorgel dat komt uit 1905. Het orgel is opgericht door hulpverleners en door de scouting. En we zijn hier vandaag in de Prinsen Tuin, vandaag deze week. Gewoon omdat het mooi weer is natuurlijk, zoals u ziet. Ja, er liggen wel wat benden, maar... Dat maakt veel niet zoveel uit. Ja, er gaan allemaal draaiorgel ook door elkaar heen. Dat heb je nou een keer op zo'n feest als vandaag deze week. Maar zoals ik al zei, vandaag deze week een prachtig draaiorgel van Wallonk. En dat is het podium. Het is een podium voor echte straatartiesten. Op zo'n dag moet je er natuurlijk ook fantastisch uitzien. Vandaar eigen stylist. Dat doe ik altijd. Zie je zelf aan? Soms word ik wel eens gevraagd om het orkest voor te zetten, zeg maar. Ik dacht, waar zal de strook dan heen? Nee, dat is gewoon inspirerende muziek. Dit soort muziek wordt eens in de vijf jaar ook afgespeeld op Gerard FM, een half uurtje. Mocht je dat trouwens leuk vinden, radio, Gerard FM, gerardtolijn.nl. Kijk even op het draaischema, alsjeblieft. Alsjeblieft, als je wil, als je kan. We gaan nog even genieten van dit prachtige element. Verder is het ook een prachtig iets om hier even een lekker ijsko te halen. Kost je 2 euro, maar ja, dan heb je ook wat. En bij de Ola. Hey, Ola. Dit is een van de soorten muziek dat niet onderschept wordt door Boema Stemra rechten. Deze mensen hebben nog een vrije baan om zelf geld te verdienen. Boema Stemra die zorgt ervoor dat de artiesten bijna geen geld meer krijgen. Ook wel een klein beetje ter promotie natuurlijk, maar ja. Ze houden er wel heel veel in. Nou, dit soort muziek wordt dus niet gesponsord door de Boema Stemra rechten. Het heeft er alles mee te maken dat dit soort muziek al is betaald. Gewoon door de persoon zelf. Rechtstreeks naar de artiest. Verder ziet u het eikenhout wat is gemonteerd van de Leen Bakker. Er zit ook niet een normaal kenteken op, maar een motorkenteken. Dat is duidelijk te herkennen aan een draaiorgelkar. Dus mocht je ooit een kar zien met een motor ding erop, dan weet je zeker dat het een draaiorgel is. Wat dan ook. Nou, er staan ongeveer pak een beet, 15 draaiorgels. Nou, ik denk wel minder zelfs, maar... Het brengt al een behoorlijke sfeer hier in het park, in de Prinsen Tuin. En zometeen gaan we even naar Veren of iets anders. En dan gaan we even een biertje drinken. Moet ik jullie nog eens wat vertellen, hé? Ik weet niet echt wat ik moet vertellen, maar...
Ik heb jullie al zoveel verteld, hè? Ja. Ik ben er draaien er gewoon heen. Ik sloeg mezelf. Ik heb bloed. Ik sloeg mezelf al. Kunnen jullie zien dat ik bloed heb of niet? Heb ik weer. Oh, dit is ook niet best. Ga nog even genieten. Bloed. Daarbij die molen, daar zijn wij vandaag en we zingen een lied. Welke dag is het vandaag? Hoor je lied? Dit lied heet De Prachtige Dag. Vandaag is het een prachtige dag. Dat was het lied. De Prachtige Dag. We gaan door naar het volgende orkest. Een prachtige intro van Jan Willemsen, Jan Andersen. In de Prinsentijd. Kunnen jullie zien dat ik heb geplast of niet? Hohoho, geplast! Meneer de Snorremans. Op dit festival kun je ook muntjes krijgen. Kun je bier verhalen. Ja, u ziet het, hè? De prachtige natuur begint ook alweer. Alleen een beetje jammer voor dat natuurvandalisme hier. Allemaal flessen en papier en andere meuk wordt hier het water in gegooid. Het zijn gewoon allemaal diëtisten. Nee, hoe noem je dat nou? Hoe neem je dat? Hè? Ik ben het net. Natuurbarbaar? Zullen we het daarop houden? Ja, dat is veel te hoog Nederlands voor mij, joh. Dat kan allemaal niet. Verder natuurlijk mijn favoriete fontein. Leuk dat ze deze fontein hier hebben neergezet voor het draaiorgelfestival. Deze bloem gevonden. Ja. En met deze sluiten we het programma vandaag deze week af. Volgende week of deze week of vandaag weer een nieuwe video. Ja, vandaar het programma vandaag deze week. We weten nooit wanneer die er is. Maar goed, maakt niet uit. Binnenkort weer eentje. Au! Oeh, hé. Hey.